Hoi, welkom bij het laatste deel van de Klaus Club Zomer Challenge 2023. Voor degenen die de Zomer Challenge niet kennen, elk jaar doe ik, en ik hoop jij ook, 30 dagen lang iets waar je niet zo goed in bent. Of wat je misschien eigenlijk nooit doet. Nou, dit jaar heb ik gekozen voor yoga. En ik heb het eigenlijk best nodig, ik ben niet zo heel erg flexibel. Maar de kunst is net als in het leven, doe 30 dagen lang iets waar je niet goed in bent. Want dat gaat verschil in jouw leven maken. 2021 had ik een 10 minuten workout. Wat was het? Eigenlijk heel simpel. 15 push-ups, 20 squats, 25 burpees. En dat zo snel mogelijk achter elkaar. Na 30 dagen voel ik me echt, ondanks dat ik veel sport, toch een stuk fitter en echt een hele training. 2022 heb ik een hardloopwedstrijd gedaan in Chamonix, Frankrijk. En het gaat natuurlijk niet om die 10 kilometer die ik in Frankrijk gelopen heb, maar al die weken van voorbereiding daarvoor. Hardlopen is niet mijn sterkste kant. Ik heb het opgepikt en nu is 2023. Ik doe het nog steeds. Zoals ik al zei, ik ben niet erg flexibel, dus dat heb ik gedaan. Ik ga voor yoga sessies. En god, wat had ik er nodig. Hoi, mijn naam is Micha van der Wolk en ik werk al 25 jaar in de sportwereld. Eerst als fitnessinstructeur, gewichtconsulent, groepsdocent, groepsbegeleidend docent voor stagiairs. Nu werk ik als personal trainer, coach en als bootcamp instructeur. En het liefst, het enige ding wat ik heel graag doe, is met jullie al mijn kennis delen. Dus blijf kijken, blijf ons volgen. We staan vandaag bij Stadsmolen de Nijverheid, in het eeuwenoude stadje Ravenstein, waar ik mijn laatste yoga sessie ga doen. En ik moet zeggen, het heeft me echt geholpen. Oké, ik moet één dingetje bekennen. Ik zei 30 dagen non-stop. Dit jaar voor het eerst heb ik het even moeten onderbreken en heb ik niet 30 dagen non-stop gedaan. Maar wel 30 keer en ik merk echt verschil in mijn lijf. Ik was niet de meest flexibele en dat ben ik nog steeds niet, maar ik heb echt een serieuze stappen gemaakt. Dus hoe stijver je bent, des te meer reden heb je om yoga te doen of om mij te komen trainen. Ik heb yoga gedaan op verschillende locaties om wat inspiratie op te doen. Vooral ook om jullie in beweging te krijgen. En er waren hele mooie locaties met een culturele vibe. Zo zijn we onder andere geweest bij Kasteel Erestein in Kerkrade. Het kasteel in Wiegen, de spoorbrug in Ravenstein, waarvan trouwens bijna niemand de naam weet. Ik ben zelfs bij de Atlantic Wall geweest in Delfzijl. De meeste Nederlanders weten niet eens dat die daar is. En vandaag ben ik in mijn favorietje Ravenstein, waar ik geboren ben, bij Stadsmolen de Nijverheid. Een supermooie locatie. En soms doe je het lekker op een lekker hele rustige locatie. Lekker tussen het groen, omdat je van groen houdt, of simpelweg omdat je geen pottenkijkers wil. Ik ga het in ieder geval onderdeel maken van mijn wekelijkse sessies om af en toe eens lekker yoga te doen. Lekker voor mijn lijf, lekker voor het koppie, lekker rustig. Het moeilijkste van alle oefeningen vond en vind ik nog steeds de hip openers. Dat is een teken dat ik natuurlijk echt nodig had en nog steeds heb trouwens. Maar dat is ook een uitdaging die ik jullie geef. Doe juiste oefeningen waar je slecht in bent. Dingen die je moeilijk vindt, doe die. Het geeft mij echt enorm veel voordeel. Vandaag een yoga sessie op een wel heel bijzondere locatie. Op Stadsmolen de Nijverheid in Ravenstein. Jawel, je hoort het goed. Op de molen. Op de stelling van de molen, om precies te zijn. In vakjargon de galerij genoemd. Stadsmolen de Nijverheid is gebouwd in 1857 op de plaats van een nog oudere molen, van welke de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. Maar dat mag je even zelf opzoeken op internet, dat gaat me te ver. Deze molen heeft sinds 1857 altijd professioneel dienst gedaan, tot 1988, tot helaas de laatste beroepsmolenaar overleed. Nu is er een stichting van vrijwilligers en die malen nu op duurzame wijze de granen waarvan op zaterdag brood gebakken wordt. Echt de moeite waard. Hier in Ravenstein hebben ze een mooi concept bedacht. Je hebt de molen, die dus nog steeds gebruikt wordt voor het malen van die granen. Brouwerij Wilskracht met een proeflokaal, altijd lekker.
bakhuis met steenoven en een winkeltje met streekproducten. Dat samen was echt een schot in de roos. Stadsmolen De Nijverheid is dan ook een mooi bezoekadres tijdens een fietstocht naar of een stadswandeling door het mooie stadje Ravenstein. Het stadje waar ik trouwens opgegroeid ben en heel veel leuke jeugdherinneringen heb. En nu natuurlijk nog steeds 4 keer per week mijn Klaus Club bootcamps geef. Maar goed, terug naar de molen. Ik had het geluk met Michiel Berends afgesproken te hebben, die mij verwelkomde en enthousiast en heel veel wist te vertellen over deze molen. Wist je trouwens dat Stadsmolen De Nijverheid gebouwd is op een voormalig bastion genaamd Utrecht en daardoor de hoogstgelegen molen in Brabant is? En kijk nou toch eens, wat een uitzicht hè! Een prachtig uitkijkje over het stadje met nog een ander blikvanger, de Luciakerk. Wist je trouwens dat de stichting nog steeds op zoek is naar vrijwilligers? En natuurlijk donaties zijn van harte welkom. Kijk maar eens op die QR-code. Deze wil ik nog even Femke Kraan bedanken. Femke Kraan is lifestyle en loopbaancoach, maar ook yoga-instructeur. Ze is echt een duizendpoot die mij geholpen heeft om de juiste yoga-sessies uit te zoeken en ze met mij door te nemen zodat ik weet wat ik aan het doen ben. En verder wil ik jullie allemaal bedanken voor al die mensen die tijd hebben genomen om de video's te bekijken, likes te sturen en alsjeblieft volg ons op Instagram, YouTube, Facebook. En ik zie jullie bij de volgende zomerchallenge. Tot ziens!